Linschoten. En trouwens, Linschoten was een hele oude juffrouw. Dat is waar. Het is een mooie aandenking aan mijn juffrouw. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik heb echt een van deze shirt of trouwens fantastisch. Ik ben fucking ziek. Die kijkt in mijn mond. Hello. Maar wat ik ga doen is even een kopje zetten. Weer. Maar waar is mijn kopje? Oh, staat daar. Ik was bijna het gesprek vergeten. Ik had eigenlijk, meestal heb ik eigenlijk op donderdag gesprek met een begeleider. Maar was ik bijna vergeten. Omdat ik rustig op de computer zat. En mijn vader riep van, Sander, er is een bezoek. Ja. Oh, natuurlijk is het donderdag, dacht ik. Shit. Maar gelukkig had ik al maar helemaal een beetje al in mijn bol voorbereid. En deze weggooien. En ik ga nu natuurlijk een kopje zetten. Er is nog één pet. Als ik hem open krijg. Ja, mooi. Ik krijg hem open. Allerlaatste pets. Kijk, deze man leeg. Random. Dan ga ik die even in doen. En dan ga ik lekker koffie zetten. En dan ga ik hem vanmiddag een nieuwe halen. Moet ook weer gebeuren. Dacht ik, doe het net voor mijn vader. Ik ga ook gewoon even een nieuwe. Dus. Maar hoe vonden jullie de vlog? Laat even weten nu ook nogmaals even in reactie hoe jullie de vlog van Mitchell vindt. Wij gaan binnenkort. Gaat hij weer doen. Maar. Ja. Dat gaan we allemaal nog zien. En we gaan natuurlijk zaterdag naar Zoetermeer, wat hij al verteld. Ja, zit er genoeg water in? Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we hem aanzetten en dan ga ik lekker even relaxen. Ik heb nog 30 minuten. Misschien ga ik vragen, is het nou droog? Want... Zo, ik lag in bed. Toen kwam ze één harde klap. Ik dacht, wow. What the fuck is dit? Maar dat is niet het alleen nog. Zie ik daar zo. Kijk, als je goed kijkt. Oh. Zie je een beetje nog een niezer. Beetje troep daar. Nee, hier zit een beetje op raam. Hoge spetters. Hij wil niet in zo. Hij wil niet scherp stellen. Scherp. Scherp. Nou, hij wil niet scherp. Nou, boeien. Nu wel, ja. Kijk. Als je goed kijkt, is ze niet er, maar boeien. Maar dan ga ik zo meteen nu natuurlijk ook werken. Dus, ja, moet ook weer gebeuren. Nou, echt zo warm, hè. Niet normaal. En ik ben ook zo slim. Heel slim. Maar kijk, ik heb gewoon heel lange broeken aan. Gewoon echt zo slim van mij gewoon. Niet normaal, maar ja. Echt niet normaal warm het is. Ik heb net lekker gewerkt, net klaar. Nu richting huis. Dus. Echt niet normaal warm het is ook, ja. Ik heb zelfs mijn jas zo gedaan, omdat het zo warm is. En toch, nou doe ik hem jas zo. Maar dan ga ik nu richting huis even eten. Een video bewerken, mensen editen. Dus, ja. En deze fiets staat al heel lang. Dat zie ik ook heel lang staan daar zo. Maar... Random. Nou, ik ga nu richting Plus. Ik ga dan even wat halen. Maar wat weet ik nog niet. Dat heb ik gewoon heel vaak. Dan ga ik iets halen. Maar dan weet ik niet wat. En dan... Meestal ga ik naar Plus. En het is net laat. Mitchell, ik ben niet alleen eigenlijk. Maar diegene wil niet in de vlog. Want anders zijn we gay. Dagen van Patje! Ja, is goed! Ja, twee kijkers. Maar ik wil naar de Plus gaan. Maar meestal als ik naar de Plus ga... Dan ga ik even weer terug naar het verhaal. Is het net bijna 8 uur, maar deze keer gelukkig is het nu. Even kijken. Oh, net 7 uur geweest. 5 minuten van 7 uur geweest. Dus heb ik nog een uur, al een uur tijd om naar de Plus te gaan. Tjaka! Kijk dan, hier is zo'n water overstroomd, helemaal gekte, je weet het zelf. Ja, we zijn nu gewoon nog een beetje FIFA aan het doen. Gewoon een beetje vervelen en zo. Kijk, hij heeft net gescoord, dames en heren. Kijk, hij heeft net gescoord. Kijk eens wat een doelpunt.
Vinden jullie, willen jullie trouwens dat we binnenkomen? Kijk eens naar de stand. Oei. Willen jullie binnenkomen? Mag ik wat zeggen? Hier ben ik. Ja. Willen jullie dat binnenkort door FIFA op gaan nemen? Laten we even weten hier beneden in de reactie. Dan gaan we met jou een keer FIFA opnemen. Of niet met jou? Nee, dat gaat niet gebeuren. Hoezo niet? Hij heeft te veel fantasie, die jongen. Maar we zijn dus nog een beetje FIFA aan doen. Hij staat 6-1 achter. Voor! Hij staat 6-1 achter. Sander, spreek nog een keer de waarheid. Hij staat 6-1 achter. Nou, ze zeggen dat ik fout lig, hè? Stil is, ik ben aan het praten. Hij staat 6-1 achter. Maar ja, dus we checken jullie later. Weet je, we staan 1-0 voor. Ja, trap eens af. Jij bent zo zeggen, dit is niet. Ik moet even concentreren. Er zit wat vast in je neus of zo. We constateren Rion stoppen bellen. Mens, zijn jullie voor? Vannacht zat mijn wc vol, hij begon te borrelen. Echt zich? Hij begon te borrelen. Ja, even serieus, klopt, was fucking hard, hè? En hij moest zich concentreren, weet je. Ik dacht eerst dat de bekende van de trap viel. Hè? Ik dacht eerst dat de bekende van de trap viel. Wanneer? Gisteren nacht. Gisteren, hoe laat was het? Ik die knal hoorde, ik dacht dat er iemand van de trap viel. Ja, maar ik hoorde het zelfs gewoon nu. Ik zat met mijn. Wat was het nou? Oh ja, mijn koptelefoon, ik weet niet of ik het al verteld. Aan het begin. We hadden koptelefoon, ik hoorde gewoon die klap gewoon door mijn koptelefoon heen. Zo. Moet je nagaan. Dat zei ik gisteren oortje kapot was. Nou, bijna zeg ik. 1-0. Oh ja, 1-0. Oh kut, nog een foute bal. Hij zei 1-0, hij moet nog. In je stand. 1-0. Maar iedereen weet dat ik de beker van Sander ga winnen. Beker van? We zijn meteen in de finale met twee tegen elkaar, die ben ik voor jou. Oh ja, 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 we kunnen waarschijnlijk elkaar in de finale met voetbal. Ja, voor mensen die niet interessant vinden, weet ik het. Moet ik eerst die aardsloggen verslaan? Hè? Eerst die aardsloggen. Aardsloggen? Die film boven mijn hartstikke. Oh. Ik weet niet of er een mug boven mijn kop vliegt. Dat je dat in mijn film of zo. Ja, een schitterend schot. Mensen zijn er nog voor hem. Ja. Oh, wist je nog met Davy? Nee. Niet wel, dat weet je wel. Nee. Shout out naar Davy. Nee. Jawel. Nee. Vind ik wel. Nee. Jawel. Ik weet niet of hij nog kijkt, maar ik denk het wel. Nee. Wel. Nee. Ik weet niet of hij. Ik heb al lang een tijd van een video niet meer gezien. Ja, ik heb het niet zo. Ik ben gelijk zo onabonneerd. Onsubbed. Zeg het nog even. Davy, ik ben geonsubbed. Maar dan gaan we nog even FIFA spelen en alles. Zoals mensen weten, als je. Ja, ik stel met iets. Gaat hierom. Zoals mensen weten, als je. Even denken. Als je toernooien hebt, dan moet de beker altijd rondgaan. Ik denk dat jullie het vast wel weten. Die een voetbal doen of wat dan ook, gaan de bekers altijd rond. Nou, ik heb een keer gevoetbald, heel vroeger. Tot en met C. E. Ja, ik ben bij E begonnen, tot en met de C, wat ik al zei. Maar ik heb een keer toernooi gehad, toen was ik een keer derde geworden en toen heb ik beker gekregen. Nou, dit is de beker. Kijk maar, dit is eigenlijk wel fout gemaakt. D2, maar ik was D5 geloof ik, eigenlijk. En derde geworden staat er ook op. Bij D, Pupillen, Hans. Tegen toernooi VV Linschoten. En trouwens, Linschoten was een hele oude juffrouw. Dat is waar. Het is een mooie aandenking aan mijn juffrouw. In 2007. Kijk wat er op hier. 2007. Linschoten. Hier. Linschoten 2007. Bla 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 bla. Het is echt heel lang geleden. Maar ik heb deze BK gewoon gehouden. Ik dacht. Aan de ene kant. Ik zie nu te denken. Hele mooie prijs. Maar ook omdat. Ik een juffrouw daar heb. En die heb ik gehoord via dat ze kanker heeft gehad. Dus eigenlijk ben ik zo blij dat ik deze beker eigenlijk al heb. Aandenken aan die juffrouw van mij. Maar gerust, ik weet niet of het goed is gegaan, ik hoop het wel. Maar ik heb wel eens contact met gehad. Ze zei een keer dat ze in april... Was het dat ze de wedstrijd had tegen ASW? Daar wou ik eigenlijk heen gaan, maar ja. Wacht, boeien. Tenminste, toen kwam ik daarna later achter van. Oh ja, shit. Ik had eigenlijk op de wedstrijd moeten kijken. Voor
mijn juffrouw, daar zoon. Zoon? Dochter. Want haar dochter voetbalt tegen meisjes van ASW. Speelde, want de competitie is zoals goed is afgelopen. Ja, maar dit is een mooie aandenking. Ik ben aan de ene kant toch al blij dat ik niet door heb gegeven. Dit is een mooie aandenking aan mijn juffrouw. Vind ik. Ja. Zo, ik zag hem net pas ook. Van Linschoten. Gewoon grappig. Ik heb voor mij, als het goed is. Als ik hem vind. Als het goed is, heb ik nog een foto van die team. Ik zie. Oh nee, nee, wacht. Ja, ik maak nu. Waarschijnlijk als het lukt. Zien jullie die foto hier. Van mijn team. Wie er waren en die mijn team was. Zo niet. Dat heb ik niet kunnen vinden. Als ik het niet ziet, dan heb ik het niet kunnen vinden, zeg ik al voorbij. Maar ja. Een mooie aandenking. Ik ga hem echt bewaren. Ik ga hem ook mee naar een nieuw huis meenemen natuurlijk. Allermooiste prijs. Maar ja, ik ga even mijn video aan de slag. Voor mijn nieuwe vlog. Maar tof dat je gekeken hebt naar deze vlog. Vergeet natuurlijk niet hier beneden te abonneren. En vergeet geen duimpje achter te laten. Veel kijkers, precies naar een nieuwe vlog om 6 uur. En ik zeg laters.